De Deugt niet verandert komende week in de pakjeskamer van Sinterklaas. Natasja Willems verzamelt hier al het speelgoed voor Sinterklaas. Omroep Dommelland nieuwsflits. Natasja Willems, Sinterklaas voor ieder kind. Ook dit jaar weer kan je iets vertellen over je actie. Ja, vier jaar geleden eigenlijk ontstond het idee dat ik natuurlijk wel eens hoorde. Uh, dat mensen het moeilijk hebben, financieel moeilijk. En toen dacht ik eigenlijk, hoe kan ik een steentje bijdragen? En toen heb ik eigenlijk heel impulsief een berichtje op Facebook gepost. Uh, van hebben jullie nog speelgoed? Dit en dat wil ik gaan doen. En dat was eigenlijk zo overweldigend. We kregen zoveel speelgoed. Ja, dat we het eigenlijk het jaar daarop ook weer gedaan hebben. En het was eigenlijk alleen maar groter en groter en groter. De actie vorig jaar was zo'n succes, of de jaren daarvoor was zo'n succes, dat je er gewoon niet mee kunt stoppen. Nee, ja. Elk jaar denk ik, heel eerlijk gezegd, dan denk ik, nou, nou stop ik mee. Misschien dat iemand anders het overneemt, maar dan loopt het weer tegen december en dan kan ik het toch niet laten. Dan denk ik, al die blije kindergezichtjes en uh, de samenhorigheid die je samen hebt, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En vooral in deze gekke wereld waar we nu in leven. Want waardoor ontstond het idee... Nou, ik, ik heb het eigenlijk heel impulsief heb ik iets op uh, Facebook geplaatst. Ik denk, hoe kan ik iets voor de medemens betekenen? Uh, en toen heb ik gevraagd uh, of mensen speelgoed hadden, die ik dan weer aan de mensen die het financieel wat moeilijker hadden gratis weg kon geven. En die actie is eigenlijk alleen maar groter en groter geworden. Is het voor iedereen of is het speciaal voor de kinderen die uh, bijvoorbeeld bij de voedselbank of bij Stichting Leergeld komen? Nee, want ik, uh, ook natuurlijk voor die uh, doelgroep, maar ik ben van mening dat er heel veel verborgen armoede is. Mensen die nog niet bij een voedselbank zitten, of mensen misschien in je naaste omgeving die het heel erg moeilijk hebben. Want hoe leuk is het als ik weet dat mijn buren het bijvoorbeeld niet goed hebben, dat ik ook speelgoed kan komen halen en daar aan de deur een zak speelgoed uh, kan zetten? Dus het is ja. Niet met briefjes en uh, het is gewoon op goed vertrouwen. En uh, ik geloof altijd in de goedheid van de mensen. Dus iedereen die denkt ik kom hiervoor in aanmerking, die mag bij jou speelgoed komen halen? Die mag zeker komen, ja. En hoe kom je aan al dat speelgoed? Ja, het gaat eigenlijk vanzelf. Uh, op social media zet ik het. Mijn zus bijvoorbeeld die is uh, actief bij een voetbalvereniging in Engelen. Die heeft er daar uh, te horen gebracht wat we doen. Nou, die zijn vorig jaar met bussen gekomen. Nou, daar zaten fietsen bij uh, echt goed speelgoed. Uh, ja, die komen daar brengen, die komen daar doneren. Nou, hoe leuk is dat, dat ook dat speelgoed weer een uh, tweede kans krijgt? Als het dan niet met bussen komt, is het dan ook goed als mensen het gewoon in plastic tassen brengen? Ja, tuurlijk. Ik had net bijvoorbeeld mensen in de winkel en die hadden een puzzeltje gekocht uh, bij de kruidvat. Hoe leuk is dat? En dan denk ik bij mijn eigen. Dus ik doe het niet alleen. Het is echt iets van. Ja, het leeft in de gemeenschap. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus mensen kunnen het afgeven in de winkel? Ja, die kunnen het afgeven in de winkel. Uh, ik zorg dat het uh, bij de deugd niet komt. En dan hebben we dadelijk een groep van, uh, van vrijwilligers. Die hier helemaal een uh, speelgoedparadijs uh, van gaan maken, de bakjeskamer van Sinterklaas. Wanneer is de bakjeskamer van Sinterklaas open voor de kinderen? Voor de kinderen is het uh, zondag 27 november. En voor de ouders, die de cadeautjes komen halen, is het 21 tot 23 november. En dat is de maandag tot woensdagavond van half zeven tot negen uur. Dan kunnen de mensen voor de kindjes speelgoed komen halen. En de kindjes zelf, dus alle speelgoed wat over is, voor alle kindjes dat is zondag 27 november. En wat doen we dan met al die cadeautjes die overblijven na die drie avonden en na de koopzondag? Er komen altijd ook goede doelen weer op mijn pad. Dus in die week dan uh, word ik gebeld door mensen die zeggen, gewoon Natasja, uh, wij doen dat in ons dorp ook. En dan uh, deel ik het uit aan iedereen. Dan laat ik ze op die zondag komen en dan kan ik het pand weer teruggeven aan de eigenaar. Dan is hij weer leeg. En dan is het, uh, ja eigenlijk geen deugen niet meer hè, dan is het uh, de pakjeskamer van Sinterklaas.